Vroeger waren wij Cumulus en nu Wack & Co. Wij gaan ervoor om zoveel mogelijk met die krachtige bewoners de speeltuinen draaiend te houden, de buurthuizen weer levendig te krijgen. Dus we koppelen mensen aan andere bewoners, aan andere organisaties. We adviseren hen en coachen hen. Wat doe je precies? Ik ben beheerder van twee buurtflats in de wijk. En daarnaast help ik mensen met administratie. En ik ben ook bezig met het project op te zetten voor kinderen met taalachterstand. Hoe ben je in aanmerking gekomen met Wijk & Co? Via de site van Vrijwilligerscentrale in Utrecht. Daar heb je heel veel aanbod van vrijwilligerswerk. En ik zag een vacature van Cumulus Welzijn en daarop heb ik gereageerd. Moeten zij zelf de initiatief nemen? Ja en nee. Het liefst worden we platgebeld met initiatieven. In de praktijk gebeurt dat niet. In de praktijk zie je dat mensen je eerst moeten kennen, vertrouwen, voordat ze hun verhaal, hun wens bij jou op tafel leggen. Wat beweegt jou om vrijwilligerswerk te doen? Nou, ten eerste is omdat ik zelf ook in Overberg woon en ik wil graag iets doen voor mijn omgeving en de wijk. En daarnaast is het ook een heel leerzame ervaring bij Wijk & Co. Ik leer heel veel dingen en dat kan ik straks ook meenemen naar mijn volgende baan. Wat leer je allemaal? Het meest belangrijke wat ik leer is met mensen omgaan. Mensen helpen met een hulpvragen. En natuurlijk ook wat heel leerzaam is werken met professionals in de wijk. Waarom doen jullie dit eigenlijk? Uiteindelijk toch vanuit de motivatie van mensen helpen die daar net wat minder zelf in kunnen. En die verbinden aan mensen die dat beter of daar meer in gegroeid zijn. Kun je mij vertellen wat je van jouw vrijwilligerswerk van nu mee gaat nemen met jouw betaalde werk? Vooral met groepen natuurlijk en ook met de professionals, de dingen die ik van hun geleerd heb. Hoe is het om met Mazin samen te werken? Hij is ontzettend goed bezig. Je zou kunnen zeggen dat is de vrijwilliger die we zoeken in deze tijd, die eigenlijk een semi-professional is. Wij werken flex, dus het enige wat ik heb is een laptop, een telefoon en een agenda. Ja. En daar doen we alles mee over heel de wijk. Wat vind je van het manier van werken om verschillende plaatsen te zijn? Dat kan soms wel prettig zijn, dat je niet aan een plek gebonden bent. Maar ik heb liever toch dat ik een vaste plek heb. Ja? Ja. Hoezo? Want dan is het makkelijker. Je hebt een plek, je bent bekend met je plek en je kan je werkzaamheden beter daar uitvoeren. Ik ervaar het zelf wel als vrijheid. Het heeft wel meer onrust. En je hebt geen vaste plek meer waar je met al je collega's zit. Maar ik gedij er goed bij, maar dat heeft niet iedereen. Kun je me uitleggen wat het bijzonder maakt? Het meest bijzonder is dat we vanuit de wijk, de flat, de boutique werken. Dus er zijn hele korte lijntjes met de bewoner.